Een alleenstaande moeder, ik haal het even uit de toelichting van Sociaal Terneuzen. Een alleenstaande moeder met een kind van 2 dreigt door het uitblijven van snelle hulp, heb ik dat genoemd, en beslissingen dakloos te worden. Dat is wel een heel kort door de bocht samenvatting, dat besef ik mezelf. Maar Ingrid Wortel van Sociaal Terneuzen is hier om het verhaal te verduidelijken. Ingrid, welkom in de studio. Even het verhaal vanaf het begin. Een vrouw met een kind was ooit slachtoffer, zo schrijven jullie, van mensenhandel. Is daaruit kunnen ontsnappen en heeft een verblijfsvergunning gekregen in Nederland. Ze is uiteindelijk terechtgekomen in Sas-Vergent in de Lage Flanken. Dat stukje, ja. Tot zover is het klopt. Maar waarom dreigen in jullie bewoordingen dakloos te worden? Ze krijgen een jaar de tijd om aan te geven wie de personen zijn geweest die ze mishandeld zijn of die hun in de prostitutie hebben gedwongen. Mm-hmm. Dat is een beetje complex. Al zouden ze het weten, dan is het heel erg moeilijk om namen te gaan noemen. Er zit meestal nog familie in het land van herkomst. Je weet ook niet zeker of je een verblijfsvergunning, een vaste verblijfsvergunning krijgt. Dus als je teruggaat en je hebt namen genoemd, dan weet je van tevoren dat je natuurlijk niet gaat overleven met een criminele organisatie achter je. Dus er wordt ook altijd geadviseerd om de namen niet te noemen. Dus die zijn niet genoemd en dan is het einde verhaal, want er wordt de tijdelijke verblijfsvergunning, die wordt ingetrokken. En ook natuurlijk de uitkering die vanuit de gemeente daaraan vasthangt. Dat betekent dat je dan ook verder je huur niet kan betalen, je levensonderhoud niet kan betalen. In dit geval moeder en een klein kind van 2 jaar. Mm-hmm. En dan moet je, je kunt dan verder je procedure aanvechten. Dat is ook gebeurd met een advocaat. Voor een nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen. En ze maakt een hele goede kans. Sowieso. Maar in die tussentijd ben je dakloos. Moet je zorgen, moet er iemand zorgen dat je ergens onderdak bent met je kind. Is ze nu dakloos op dit moment, as we speak? Loopt ze over straat? Dat was bijna het geval, waren het niet dat gisteren Bron van Hoop zich heeft gemeld. En die heeft nog wel met de IND contact gehad om te checken hoe alles erbij staat. En dat wil zeggen dat ze geen illegale mensen in de opvang nemen. Dus dat is gecheckt. IND heeft ook gezegd dat ze hier verblijft met toestemming. Dus is het op dit moment in Bron van Hoop tijdelijk. Dus als ik het moet visualiseren, zit ze in een kamertje. Ja, met het kind. Ja, ja. En eigenlijk moet je daar betalen. Want ze moeten natuurlijk ook ergens bestaansrecht hebben. Er is op dit moment een bron aangeboord van de kerk waar Bron van Hoop aanhangt. En die financieren haar verblijf daar. Dat is niet eindeloos natuurlijk? Dus ook... Nee, absoluut niet. Het wachten is dus op de goedkeuring van het IND. Als ze de vergunning weer toekennen, komt alles weer gewoon. Die kennen ze pas toe als de bewijzen geleverd zijn, zoals je net sprak, waarom ze... Nee. Dat klopt. Maar in dit geval gaat er dan een ander verhaal spelen. Aangezien ze nu een advocaat heeft, wordt er dan wat anders uit de kast getrokken. En dan wordt er ook aangegeven waarom men de namen niet kan noemen. Okay. Of welke gevolgen dat eventueel zou kunnen hebben. Dit is toch wel niet echt uniek dan, want die situatie... Dit is een bepaalde manier van werken. Dat is inderdaad een bepaalde manier van werken. Maar dat wil niet zeggen dat het niet schrijnend is als je in die tussentijd dakloos dreigt te raken. Ik bedoel niet uniek in die zin. Dan is het toch al in ieder geval misschien ook wel een snelle oplossing gevonden of gevonden kunnen worden. Waren het niet dat alle opvangen op dit moment vol zitten of geld vragen. En als het geld er niet is, dan kom je... kun je daar ook niet terecht. Er zijn wachtlijsten op dit moment. Overigens gebeurt dit niet alleen bij dit soort casussen. Kan ook gewoon met onze eigen burgers natuurlijk gebeuren als zij dakloos dreigen te raken. Want ook dan gelden de regels van het leger des heils dat er maar 1 persoon zonder kind of in ieder geval geen partner opgevangen kan worden. Dat vermelden jullie in je toelichting ook. Ze zijn naar diverse instanties gegaan. Ja. En laat ik het simpel zeggen. Ze voldoen niet aan de richtlijnen van die instantie om hun op te nemen. Nou, eigenlijk is de plicht van aanzet om dit op te lossen. Kijk, de gemeente heeft een zorgplicht. En daarom benoem ik ook onze eigen inwoners. Zolang de gemeente een zorgplicht heeft, zijn zij eigenlijk de aangewezen persoon om aanzet in dit geval opdracht te geven om te zoeken voor een alternatief. En er is ooit een alternatief genoemd en dat is Breda geweest. Mm-hmm. Maar dat is niet doorgegaan. Maar op dat moment heeft aanzet... Weet de gemeente dat ook, dat niet doorgegaan is?
Nou, er werd gezegd dat ze het niet wisten, maar iedereen wist het. Dus dan ja, lijkt het me ook dat het op een of andere manier teruggecommuniceerd is. Maar ik kan niet zeggen dat het wel zo is of niet zo is. En die mening wil ik ook helemaal niet geven. Het gaat gewoon om het feit dat er opvang moet zijn op het moment dat het nodig is. En zeker in bepaalde gevallen. Trouwens, ja, ik vind sowieso in alle gevallen dat mensen altijd een dak boven hun hoofd moeten hebben. Ja, dat lijkt me wel een logisch, ja. Over AZ gaat die over huisvesting? Zij begeleiden de mensen voor, om te zoeken naar onderdak. In dit geval is er contact geweest door diverse personen. En werd het eigenlijk weer terug bij de personen zelf gelegd. Van ja, ga er achteraan. Ik denk niet dat dat de juiste manier van werken is. Oké. Jullie hebben er vragen over gesteld aan het college van BNW. Ja. Dan kom je in een bepaalde dingen terecht, natuurlijk, traject terecht. Dat duurt een paar weken. Ja. Misschien wel 6 of zo, weet ik veel, voor je antwoord krijgt. Ja. Heb je daar wat aan, Ingrid? Wat? Ja. Ja, daar heeft morgen eigenlijk al resultaat nodig. Nee, je moet toch wachten op de uitspraak van het IND natuurlijk. Zo lang kan ze bij nu. Nou ja, goed, dan wordt er inderdaad daar wel naar gekeken dat dat allemaal goed gaat. Stel je voor dat die oplossing gaat. Er niet was, dan was ze strikt gesproken dakloos. Dan was ze dakloos, ja. Dan moet je wachten tot de vragen van aan het college beantwoord zijn. Even simpel gesteld, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan niet, maar het was voor ons een beetje een eye-opener van zo is het op dit moment. Ik benoem nogmaals ook onze eigen burgers daarbij. Afgelopen jaren een aantal mensen gehad die op dezelfde manier hier kwamen, dakloos waren of niet hier kwamen, maar hier woonden zelfs. Die in deze winter dan, en dan is het nog niet eens echt heel koud geweest, in een garage bij familie moesten wonen met een kind. Wij wilden eigenlijk aantonen of het dit geval is of andere inwoners betreft. Het kan niet. Je moet zorgen dat er gewoon iets geregeld wordt of tijdelijk geregeld wordt, dat ze niet op straat komen te staan. Je ziet het breder als dit in het geval natuurlijk. Ja. Overigens, de namen zo van die mevrouw, die zijn bij de gemeente dan wel bekend. Ja. Dat ze precies weten om wie het gaat. Ja. Ik neem als ze dingen uit moeten zoeken. Is er direct contact met de verantwoordelijk wethouder gezocht? Misschien om het kort te sluiten. Ik denk wel door. Wij hebben het natuurlijk van derden die dit in de hand hebben. Die hebben inderdaad contact gehad. En ik mag aannemen als AZ zegt dat de gemeente bepaald heeft dat er geen medewerking verleend hoeft te worden. Dat de wethouder dat dan in dit geval ook weet. Oké. Ga je deze vraag het antwoord afwachten of verder met deze specifieke zaak om toch zo snel mogelijk tot een oplossing te komen? We hebben afgesproken met al degenen die om haar en het kind op dit moment die daarbij betrokken zijn, dat zij ons op de hoogte houden van alles. Maar nogmaals, voor ons is het een breder geheel. Het gaat voor ons om de zorgplicht dat gewoon gehanteerd blijft. Dat snap ik. Ja. Maar dit is een heel specifiek verhaal. Ja, nee, maar dit houden wij zeker bij.